De rode draad van de verschillende speeches bij de herdenking van 165 jaar naamsverandering Koroni was dat het potentieel van het district benut moet worden. Nagenoeg alle sprekers hebben daarop aangedrongen. De herdenkingsplechtigheid vond vanmorgen plaats in de multifunctionele zaal van het districtscommissariaat de Friendship. Koroni werd in de 19e eeuw en wel op 10 oktober 1851 afgesplitst van het district Nikeri dat bestond uit Neder-Nikeri, nu Nikeri en Opper-Nikeri, nu Koroni. Het district is alom bekend om zijn kokospalmen, vooral omdat op grote schaal kokosolie werd geproduceerd uit de noten. Deze industrie is echter flink achteruit gegaan. De samenleving van Koroni is ook in de loop der jaren kleiner geworden, doordat velen weggetrokken zijn naar Paramaribo en elders. Districtscommissaris Wit Prakash Julum Singh zegt dat hierdoor het ook stukken moeilijker is het district tot ontwikkeling te brengen. Desondanks kan er veel bereikt worden als de Koronianen zich bundelen en een eenheid vormen, zegt hij. Elkaar binden, zeker in een corona, laten we de verdeeldheid die we hebben in ons hoofd weglaten en bereid zijn om met elkaar te praten om daadwerkelijk de ontwikkeling te brengen. Die corona is vreselijk vruchtbaar als je vergelijkt met wat de rijstsector toen de tijd hier kon opbrengen per hectare. De oogst was altijd hoger en ik heb me laten vertellen dat het altijd over 100 balen per hectare zat. Waar de Nigeriaan doorgaans waterpanden van kan trainen. Maar er zijn kleine dingen, echt geen grote dingen, die we eigenlijk als mensen zelf moeten doen om daadwerkelijk weer op gang te kunnen brengen. We hebben Koroni gekeld als een groente, als een fruitdistrict, honing. Hier werd vaak gezegd, zeker twee keer van melk en honing, van die keer bekend. Maar vanuit de stad wist ik ook dat het veel varkensvlees uit Koroni kwam. Koroni heeft nog steeds potentie, maar de factor mens moeten we vooral goed in de gaten houden om de ontwikkeling. We moeten bereid zijn om naar elkaar te luisteren en te kijken waar we naartoe moeten gaan, zodat wij het mond dat we hebben gezamenlijk naar elkaar kunnen werken om uiteindelijk in de ontwikkeling te brengen. Het moet vanuit je gaan komen. Parlementariër Remy Ternadi geeft aan dat het district een periode gekend heeft van agrarische opleving. Daarnaast heeft het district ook op sportgebied een aantal grootheden voortgebracht. Het is volgens Ternadi nu tijd om de vele plannen die in de loop der jaren gemaakt zijn, eindelijk uit te voeren. We kunnen niet onderuit. We hebben in Koroni geen goud. We hebben geen bauxiet. We hebben geen aardolie. De potenties liggen er en we zullen, zoals de een van de geestelijke aangeven, we zullen het moeten benutten. 165 jaar naamsverandering Koroni dwingt ons als Koroniaan te beseffen dat er een einde moet komen aan de vervreemding van ons district. Het grootste deel van de Koronianen woont in Paramaribo of Nederland. En een klein deel hiervan bekommert zich om de progressie van het district. 165 jaar Koroni geeft een verstarring aan van ontwikkeling bij de ouderen, die zich vooral in de steek ten opzichte van de ontwikkeling in de overige districten gelaten voelen. Het geloof in eigen kunnen, de trots van de Koroniaan is haast verdwenen. 165 jaar Koroni leert ons om door collectief optreden ons gezamenlijke doelen, welzijn en welvaart voor de generatie en de volgende te realiseren. 165 jaar Koroni zendt ons signalen van het vandaag, ontbreken van geloof en vertrouwen in een grote toekomst die door hard werken en doorbijten voor ons is weggelegd. Aldus parlementariër Remy Ternadi. Hij sprak vandaag in de multifunctionele zaal van Koroni, waar vanmorgen werd herdacht dat 165 jaar geleden de naamsverandering van Koroni plaatsvond.